Hey, goedemorgen, welkom op Vraag het Suus of goedemiddag, goedenavond. Ja, ik ben 2 dagen van de radar geweest. Nou ja, 2 vlogs. Zondagavond, nadat ik de vlog had afgesloten, ik was al niet lekker die dag, dus aan het eind van de dag, kreeg ik een aanval van de ziekte van Meniere. Die heb ik al heel lang, dat is een jaar of 20 geleden alles officieel vastgesteld. Maar ja, eigenlijk gaat het heel goed, heb ik er zelden of nooit last van. Ik moet er wel eens rekening mee houden als ik op een boot ga. Dat doe ik eigenlijk liever niet. Of als ik naast iemand in een auto zit. Het ligt wel heel erg aan naast wie ik zit, overigens. Maar ik kreeg een aanval van hele heftige duizeligheid. Dan zie ik dat de camera scheef staat. Dat ga ik eerst even recht zetten. Ik denk dat dit beter is. Of mijn hoofd is scheef, dat kan ook. Is het scheef? Sorry jongens, ik kan nog niet goed recht kijken. Medicijnen genomen zondagavond, mijn bed ingegaan, gaan slapen. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Alleen toen werd ik 's ochtends wakker, toen was het nog niet weg. En dat is best wel vreemd, want normaal gesproken is het dan gewoon weg. En kan ik weer de dingen doen die ik leuk vind om te doen, kan ik gewoon gaan werken, et cetera. 2 pillen genomen om 6 uur en ik denk, het gaat wel. Ik ga gewoon naar school, we zien het wel. Ik gewoon rustig opgestaan, een beetje gegeten. Ik was wel wat misselijk, maar dat kan erbij horen, want als je duizelig bent, dan wil dat. Naar school. En ik doe op school mijn laptop open en het is klaar. Ik word echt zo verschrikkelijk misselijk en duizelig. En ik ben echt gewoon per omgaan ongeveer ertoe gegaan. En ik kwam er net achter dat mijn laptop gewoon nog op school staat. Dat vermoed ik, want ik denk niet dat hij in mijn tas terecht is gekomen. Daar zit hij niet in. Vervolgens mijn bed ingegaan met nog meer medicatie, want ik weet hoeveel ik daarvan mag nemen. De huisarts toch even gebeld voor alle zekerheid, of missen. Eigenlijk heb ik hem laten bellen. En een terugbelafspraak had ik en toen ze terugbelde, toen uitgelegd hoe of wat. En ze zegt, ja, ga gewoon maar met je vertrouwde medicijnen aan de gang. Ik heb nog wel wat anders achter de hand voor, mocht dat niet werken, dat kun je dan, nou ja, kan ik je nu al voorschrijven, maar dan mag je ook over terugbellen. Ik had zoiets van, dat is een best een heftig spulletje. Dat, nou ja, de vorige keer reageerde ik er wel iets op, maar niet heel geweldig. Dus ik had zoiets van, ik stel dat liever nog even uit. Dus doorgegaan met mijn eigen medicatie, dat is cinarizine. Dat is ook een middel wat in rijsttabletten zit. En dat is een rustgevend middel en het zorgt ervoor dat de misselijkheid verdwijnt. En op het moment dat ik dan plat blijf liggen en dan ook niet beweeg, gaat het eigenlijk best heel goed. Nou ja. Moet niet overeind komen, want dan spuug ik alles bij elkaar. Nou, dat is maandag dus ook een aantal keren gebeurd. Soms moet je toch omdraaien, want je kunt niet de hele dag plat op je rug liggen. Dat is gewoon echt niet aangenaam voor je rug als je een hernia hebt gehad. Dus maandag was sowieso een dag om een groot rood kruis door te zetten. Het knapte niet echt op. Meer medicatie genomen nog. Dinsdagochtend werd ik wakker en toen dacht ik, hey, het voelt iets beter. Gelukkig was dat ook zo. En langzaam maar zeker krabbel ik nu weer wat op vanmorgen. Het is nu donderdagochtend, het is, even spieken op de klok, 9:30. Je ziet, ik kan nog niet heel erg met mijn hoofd bewegen. Dat vindt mijn hoofd echt nog niet fijn. Gisteren was het beter dan vandaag, moet ik eerlijk zeggen. En morgen wil ik wel weer aan het werk. Ik vind het gewoon, nou ja, ja. Goed. Maar wat is nou Meniere? Want daarom maak ik deze video eigenlijk. Want het zal ongetwijfeld in de tijd dat ik vlog nog wel eens een keer voorkomen. Voor mensen die niet weten hoe een oor eruit ziet, daar komt nu een plaatje. En in je oor zit een slakkenhuis. Dat kenden de meeste mensen wel van biologie, want dan moest je leren hamer aan met het stijgbeugel. En die botsen dan tegen het. En dan kom je uiteindelijk ook het slakkenhuis tegen als wat je moest leren. Nou, dat slakkenhuis, daar zitten allemaal trilhaartjes in. Die trilhaartjes die bewegen op vloeistof. Bij normale. Dus haakjes mensen, is die vloeistof altijd ongeveer even dik. Waardoor je hoofd ongeveer weet van, oké, nu sta ik links, rechts, boven, onder, nou, et cetera. Bij mensen met Meniere vermoeden ze, want ze weten het niet met zekerheid, dat die vloeistof op bepaalde momenten heel veel dikker is of juist heel veel dunner. Met als gevolg dat als je beweegt, dat jouw wereld ook gaat bewegen. Want jouw hoofd weet gewoon niet meer waar jij nu bent. Alles gaat draaien en je wordt krijgt draaiduizeligheid, je wordt echt heel erg misselijk. Want ja, je hoofd weet gewoon niet meer waar je staat. Nou, dat is best wel onhandig. Sommige mensen hebben juist baat bij rechtop zitten, ogen dicht, zo.
Nou, ik niet. Ik moet echt plat op mijn rug liggen, wel met mijn ogen dicht. Zo min mogelijk bewegen, want ook als ik mijn arm al beweeg, dan beweegt er ook al iets in je hoofd. Dus dat gaat gewoon niet. Hoe komen ze erachter? Nou, ik ben naar de KNO-arts gestuurd door de huisarts, echt heel lang geleden. En dan gaan ze allerlei testjes doen. Ze maken onder andere een EEG, dus een plakkertje op je hoofd. Gaan ze kijken hoe de hersenactiviteit in je hersens is. Nou, die was top. Ze doen een aantal tests, onder andere een kanteltest, om te kijken of ze die duizeligheid op kunnen wekken. Nou, dat lukte voor een deel wel, voor een deel niet. En ze kijken gewoon, die zijn gehoorverlies, nou, dat was bij mij beperkt, echt heel minimaal. Al merk ik nu wel dat dat er meer is. Ik hoor met links beduidend minder dan rechts, merk ik zelf. Ik pak graag de telefoon hier en niet aan dat oor. Ik hoor ook gesprekken aan die kant minder goed dan aan die kant. Nou, daar wordt allemaal naar gekeken. Heb jij de klassieke symptomen van Meniere of heb je die juist niet? Heb je die wel, dan heet het ziekte van Meniere. Heb je die niet, heb je dan het syndroom van Meniere of net andersom. Nou, in elk geval, Meniere was de diagnose. Wat kunnen ze eraan doen? Nou, dan komen de blije boodschappen. Niks. Nou, dat is fijn. Nee, dat is niet helemaal waar. Er zijn wel medicatie. Er is ook wel medicatie bekend die goed werkt. Is wel hele heftige medicatie. Ik heb ervoor gekozen om dat voorlopig nog niet te gebruiken, omdat de aanvallen echt gewoon heel beperkt komen. En de hoop is dat zodra je de overgang door bent, het ook stopt. Ik heb het helaas al heel lang. Mijn moeder denkt al vanaf dat ik een jaar of 3, 4 ben. Zo lang kan ze het in elk geval herinneren. Reisziek was ik altijd. Ja, of dat er mee te maken heeft, weten we niet. Maar ja, we hebben van alles geprobeerd. Er zijn ook allerlei therapieën, ook alternatieve therapieën, waarbij mensen heel hard gekanteld et cetera worden. Nou, of dat allemaal gaat helpen, ik weet het niet. Ik heb het eerlijk gezegd ook niet uitgeprobeerd, omdat ik die behoefte niet voel. En ik heb eerder zoiets van, ik heb nu baat bij deze medicatie. Ik heb zo beperkt last ervan, dat ik ook niet de noodzaak zie om de enige therapie die heel effectief is, je doorsnijden van je gehoorzenuw, want dan wordt de boodschap van dit oor gewoon niet meer doorgegeven. Dus ook de boodschap van het evenwichtsorgaan niet meer. Heel simpel. Maar dat vind ik toch een beetje heftig om aan één kant doof te worden. Dus ik heb besloten om dat niet te doen en te kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben nu 46. Ik heb gisteren even met mijn moeder gebeld. En zij kon ook niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst zo'n hele grote aanval heb gehad. We denken minimaal 10 tot 15 jaar geleden. Dus dat is best een heel eind. Mijn kinderen konden zich er in elk geval niet herinneren dat ik zo lang zo plat heb moeten liggen. En ja, dat geeft wel aan, ik heb het. En tuurlijk heb ik er af en toe last van, maar dan is het altijd binnen de perken. En om dan je gehoorzenuw laten doorsnijden, vind ik een beetje ver gaan. Nou, ik wil jullie gewoon even bijpraten, want er verschijnen dus op vandaag dus deze video. Morgen komt er dus een andere kookvideo online, want ik kon gewoon ook echt niet vloggen. Ik kon niet rechtop zitten, ik kon niet. Nou, ik had ook niet de behoefte om überhaupt de camera in mijn handen te pakken, want als ik aan maar iets dacht, wat ook maar iets bewoog, dan werd ik al misselijk. Of dat ik zou moeten gaan bewegen, laat ik zo stellen. Dus nu weet je een beetje van waarom er dus nu een andere video is en niet een vlog. Goed nieuws is, vandaag donderdag ga ik gewoon weer proberen te vloggen. Ik hoop wel dat die wat korter wordt, want ik lig nog best wel graag, merk ik. Ik zit nu, even met de camera spieken, 8 minuten 50 recht overeind. Tenminste te praten. En dat gaat best. Gisteren ben ik zeg maar de halve dag op geweest, dus dat was wel een hele verbetering. Goed, ik ga gauw wat dingen doen hier. Eigenlijk is donderdag mijn schoonmaakdag, maar dat laten we voor nu even gaan. Dat doe ik zaterdag wel. Want het lijkt me niet verstandig dat ik nu heel veel ga bukken. En ga draaien en doen. Dus. Goed, ik bedank je voor het kijken. Ik vond het fijn dat je even tijd nam om te luisteren naar mijn verhaal. Zijn er nou mensen onder mijn volgers die ook Meniere hebben? Dan hoor ik dat graag. En ook wat jouw tips en trucs zijn. Ik weet dat er een vereniging is. Maar ja, ik ben niet zo van de verenigingen, zeg maar. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop je graag terug te zien in de volgende video of in de volgende vlog. En dan wens ik jou een hele fijne dag. En kijk je iets avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen.